weet jij, Niels, weet jij wat hashtag TMET betekent? Talent met een toekomst. Oké, en wat vind jij van... wat vind jij dat er moet gebeuren met de straatkinderen in Indonesië? Ze kunnen wel meer... geholpen worden. We hadden hier 2 weken geleden of een tijdje geleden ook al over maatschappelijke ontwikkelen of sociaal ontwikkelen en dat we dat allemaal samen wel beter kunnen verbeteren. Dus dat, daar zou het meer over kunnen gaan. Wat vind je ervan als dat er sommige kinderen doodgaan aan te weinig eten? Ja, het is gewoon een heel groot schokkend verschil, want aan de ene kant bijvoorbeeld hier aan de wereld kunnen we zoveel eten als we willen, sommige mensen. Terwijl er andere kinderen omgaan en op vreselijke manieren leven en ook te einde komen. Vind je het doel van het project super mooi? Ja. Ik vind het heel mooi dat wij als groep kennis maken met het onderwerp en dat wij er zo diep induiken dat wij op een gegeven moment alles weten van het onderwerp en dat wij daarna onze kennis kunnen delen met scholieren. Dat vind ik het allerleukste. Hoe ben je er gekomen om mee te doen voor het project? Ik zag op Instagram een post voorbij komen van Doc en De Binding. En toen zag ik dat talenten met een toekomst. En ja, ik vond theater eigenlijk altijd al wel leuk. En toen dacht ik schrijf me gewoon in en toen heb ik reacties teruggekregen. Toen zag ik later dat het ook met geld ophouden van goed doen is. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk om te doen. En wat vind je tot nu toe van het project? Ja, ik vind het heel gezellig met z'n allen. Ja, ik merk dat iedereen elkaar wel leuk vindt. En het zijn niet echt heel veel groepjes. Iedereen mengt wel een beetje met elkaar. Dus dat is wel heel gezellig. En wat is je favoriete ding? Sowieso acteren. Ja, niet zingen. Kan volgens sommige mensen wel oké zingen. Maar ik heb 2 linkervoeten, dus dansen gaat het niet worden. Oh. Wat was je eerste indruk? Mijn eerste indruk was dat ik het echt heel leuk vond. Dat er een gezellige groep is bij elkaar. En dat je toch met de dingen dat je leuk vindt, een steentje bij kunt dragen in de derde middelbare. Heb je ergens ervaring mee, dansen? Ja, ik heb dansles gehad en ik doe zangles en ik deed musicalles. En ook andere projecten en school. Hij staat al aan. Oh, staat hij al aan? Oh, ik vind het zo goed. Zal ik wel even op je hoofd even maken? Nee! Doe de deur. Ja. Ik weet geen vragen meer.